De werkzaamheden om Nyunkombe tot een cultureel centrum te transformeren zijn in volle gang. Nyunkombe is het vroegere doorgangshuis voor Afro-Surinamers en inheemsen aan de kleine Saramakka-straat. Begin dit jaar heeft de minister van Regionale Ontwikkeling, Edhard Dikan, het bestuur van Stichting Nyunkombe opgedragen het doorgangshuis te transformeren naar een cultureel centrum. Ferno Prior, directeur van Stichting Nyunkombe, zegt dat er reeds is gestart met de renovatie van het gebouw. Er wordt nu gewerkt aan de belangrijke zaken zoals de algemene keuken, de logeerkamers en de sanitaire ruimtes. Wat ik eerder zei is de focus hier en vandaar dat we gestart zijn met de renovatie hier. Ja, je ziet het zelf. We zijn al gestart met ons kantoor om te renoveren. Kamer 1 pakken we nu aan. Het wordt een modelkamer met bad en toilet erin. Want nu moeten de mensen gewoon voor hun behoefte, voor alles, als ze naar het toilet baden, moeten ze dus even eruit. Ook de partners van de overleden. Want de partners van de overleden worden meestal ook hier geaccommodeerd. Ook. Je bent dan in rouw. Weet je. En het is niet zo fraai dat je over je doek, met het doek over je hoofd heen, weet je, met gebogen hoofd tussen al deze mensen naar het toilet moet gaan baden. Dus vandaar dat we zeggen van elke kamer moet een bad en toilet hebben. Die keuken, die algemene keuken. Daarmee zijn we ook bezig. We hebben dus al het dak verwisseld. Het moet ook nog geschilderd worden, hoor. Maar de kranen zijn ook vervangen. Prior hoopt aan het eind van dit jaar het gebouw af te krijgen. De stichting is namelijk afhankelijk van subsidies van de overheid. Het bestuur onderneemt echter ook stappen om eigen inkomsten te genereren. Ja, we hebben ook bedrijven benaderd om donatie te doen. Ik heb ook een aantal bedrijven aangeschreven om dus reclame te maken op die muur van Stichting Nyunkombe. We gaan ook stoelen aanschaffen om te verhuren, zaken die de mensen hier nodig hebben voor het ontplooien van hun activiteiten. En we hebben ook 2 ruimtes hier die we ook nu al verhuren als bar voor 2 ondernemers. De minister had de directeur ook opgedragen uit te kijken naar parkeergelegenheid. Prior zegt ten aanzien hiervan dat het moeilijk is om een parkeerplaats te creëren, omdat het terrein van Nyunkombe aan de achterkant van het gebouw is en niet grenst aan de weg. Het bestuur zal gesprekken voeren met de buren en omliggende pandeigenaren om de bermen te gebruiken als parkeergelegenheid.